jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. En als hij niet vermoord was, was hij misschien hier werkzaam geweest op het Binnenhof. En misschien was hij wel minister-president van ons land. Ik had het laatste interview met Pim Fortuyn. En na dat interview reed ik het Mediapark af, de verkeerde kant, want ik was net nieuw, en zag ik een man gearresteerd worden. Naar het later bleek Volkert van der G. En nu vraag ik me af, heeft het recht de gemoederen bedaard? Of zijn mensen serieus van plan om Volkert van der G om te leggen? Op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord. Vlak nadat ik als radioverslaggever in opleiding het allerlaatste interview met hem had. Het is wel topsport hoor, zo'n campagne voeren. Je ziet er ook moe uit. Ja, toch niet wel, maar morgenochtend. Als je me dan tegenkomt, zie ik er weer uitgerust uit. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Hier op de parkeerplaats van Radio 3 ligt hier Pim Fortuyn. Ik ben nu onderweg naar de plek waar Pim Fortuyn vermoord is. En het voelt voor mij eigenlijk ook wel een beetje bizar, want ik ben er echt nooit meer geweest. En als het goed is, is daar ook Hans Smolders. En dat is de toenmalige chauffeur van Pim Fortuyn. Hoi, Filemon. Daar, Hans. Hoi. Ja, we hebben elkaar volgens mij echt nog nooit ontmoet. Nee. Elkaar wel eens gezien, denk ik, daarna op tv. Maar inderdaad, toen was je eigenlijk nog een heel jong mannetje. Ik kan me jou vooral herinneren bij de arrestatie van Volkert. Ook en dat jij de benzinestation. Ja, en dat jij hem achterna rende. En toen ging je de naam politieauto in, toch? Ja. Hoe voelt het dan voor jou om hier weer te zijn? Ik moet gewoon, ik moet gewoon even die knop omzetten. Ja. Het is wel heel akelig. Ja, jij hebt natuurlijk ook echt beelden erbij. Ja, maar het is voor mij allemaal heel dubbel. Het is voor mij de mooiste tijd in mijn leven geweest, maar ook de bizarste tijd. En vooral die dag. We begonnen met zoveel humor en lol en we hebben ze gelachen. En dan in één keer, net over 6, verandert een zo'n mooie periode en zo'n mooie dag. Sinds een paar jaar bestaat er een website waarop mensen hun ongenoegen over de korte straf van Volkert van der G kunnen uiten. En die reacties liegen er niet om. Hoop dat deze vieze ongewassen linkse hond gaat bloeden. Ik hoop het voor je goren niet snut. Heb je niet het idee omdat al de mensen daar hun woede kwijt kunnen, dat mensen elkaar ook een beetje aansteken en dat uiteindelijk een heksenjacht op Volkert van der G komt? Nou ja, hij wordt sowieso door de media wordt hij natuurlijk gevolgd. Dat is nummer 1. Maar ik denk ook uit de Rotterdamse kliek, waar Fortuyn dus vandaan komt, dat mensen wel dermate boos zijn. En die zullen hem ook wel op eigen houtje gaan volgen. En als er informatie bekend is, dan zullen ze hem niet met rust gaan laten. En er zullen wel een aantal tussen zijn die verder gaan dan alleen een reactie op een website geven. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Wat vind je ervan dat mensen dan voor eigen rechter gaan spelen? Ja, ik denk dat dit een misdaad is die dermate ver gaat. In mijn ogen heb je dan geen recht meer, zeg maar, op hoe onze wet geschreven is. En dan gaan we weer terug naar de middeleeuwen en dan krijg je ook een middeleeuwse straf. En dat zou hij verdienen. Zou je een vreugdedansje maken? Nou, wellicht. Ja, wellicht. Ik zou er in ieder geval ik zou er goed door slapen, laat ik het zo zeggen. Zeker. Hier ging jij heen? Ja, hierheen. Nou, toen zijn we hier zeg maar uitgelopen, zijn we hier linksom gegaan zo. Oh. Dus ik ben hier door dit doodlopende dingetje. Daarachter is dan een parkeertrein als het goed is. Ja. Ik ben hier eruit gegaan. Dit was de voorkant. Ja, nou, dat klopt. Dat was binnen. Ja. Dat klopt, ja. En hier... Dus je hebt je interview gedaan, ben naar binnen gegaan, bent hier naartoe gegaan. Ja, ik heb het interview. Ik was trots en blij. Ja. Dus ik dacht, wegwezen. Ben jij zo weer eruit gereden dan? Ja. Dan heb je ons maar net gemist dan. Ja. Oh ja, toen zijn we... Ben je daar? Oh, nu begrijp ik. Nee, goed. Ik kwam hier vanaf. En toen viel hij hier op zijn knieën. En voordat ik eigenlijk op wou duiken, trok de politie mij weg. Want die stonden hier al met een man of 6. En achter mij liep een agent met een hond. Die had ik ook al gemaand. Harder lopen, pistool trekken. Ja, ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Maar ja... Op dat moment, maar ik zag wel, nu hebben we hem. En ik kwam vanaf die kant gereden. En ik ben toen eruit gestapt met mijn recordertje. En toen ben ik maar verslag gaan doen van wat er hier gebeurde. Hier is net een benzinepomp overvallen. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 politiemannen. Verschillende honden. En alle pistolen zijn getrokken. Je komt van Pim Fortuyn en op hetzelfde moment maak je een benzinepompoverval mee. Het
heel bizar allemaal, zeg. Jezus, mina, ja. En het pistool wat de man gebruikt heeft, wordt afgepakt. We gaan even vragen wat er aan de hand is. Met die roze stropdas moet je hebben. Ik zag ze uit... Staat daar bij die wagen? Staat met zijn telefoon. Die zag ik uit een zijstraatje komen rennen, achter hem aan, met een man met de politie. Met een politiehond. En die rende achter hem aan. Heel bizar allemaal, zeg. Ja, hij stapt nou in de auto en dan ben je te laat. Oh. die man is waarschijnlijk beroofd en niet het benzinestation. Nee, niet het benzinestation. Ja, ik sta hier nou. Ik sta hier nog voor de radio. Het is toch echt bizar. Dat komt bij mij nu ook in één keer echt allemaal... Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ja, hij heeft natuurlijk ook dat schieten en zo gezien. En ik... ik heb dat gewoon beleefd. En ik heb daarna interviews gedaan en daarna gewoon weer verder gegaan met mijn leven. En nooit echt over nagedacht wat er eigenlijk gebeurd is. Was je hier al vaker geweest of ook niet? Jawel, maar... In combinatie met dit is dat wel anders. Ja. Omdat je weer gewoon weet hoe gevaarlijk het is geweest ook. Ja. Eerst Pim vermoorden. Dan komt het even dieper, hè? Ja, begrijp ik. Ik heb het altijd af kunnen sluiten. Ja. Nou, niet. Nee. En dit had je ook nog nooit gehoord. Nee. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Denk je dat als Volkert vrij komt, dat hij lang levend rond zal lopen? Ja, dat weet je niet. Er hoeft ook maar één gek rond te lopen. Ja. Want van de ene kant zal het me weinig interesseren, maar van de andere kant vind ik dat niet kunnen natuurlijk. Nee. Ik bedoel, we gaan geen eigen rechter spelen. Maar ik zou het wel goed vinden als Volkert van de G gaat praten wat er werkelijk is gebeurd. Wat de belangen erachter zijn, want hij kan nooit een belang hebben gehad om Pim Fortuyn te vermoorden. Ik bedoel, wat voor belang moet daarachter zitten? Ja. Peter Siebold heeft hier zo zijn eigen gedachten over. In meerdere boeken beschrijft hij complottheorieën over de moord op Fortuyn. Als hij in 2014 vrijkomt, heeft hij 12 jaar vastgezeten. Wat vind je daarvan? Ja, gewoon belachelijk natuurlijk. Hè? Want de rechters vonden eigenlijk dat hij al veroordeeld was door de politiek en het volk. Vandaar die lage straf. Hoe zou het kunnen komen, denk je? Nou ja... We kunnen niet ontkennen dat Volkert natuurlijk een enorme achterban heeft... vanaf de kraakbeweging tot in de politiek. Ook in de rechterlijke macht. Want degene van de rechters die erbij zaten... was onder andere Nol van der Molen. Nol van der Molen is zelf een oude activist geweest. Dat zit dan in de rechterlijke macht. Dus. Denk je dat hij beschermd wordt door bepaalde figuren uit de politiek? Ja, zeker. Want hij is natuurlijk voor de linksradicale wereld een held. Hij heeft natuurlijk een heldendaad verricht... Zo zien ze. Dat is wel echt de hele linkse wereld, denk ik. Nou, ik denk... De gemiddelde PvdA-stemmer is het geen held voor, denk ik. Nou, de gemiddelde PvdA-stemmer niet. Maar als we het over politici hebben binnen de PvdA... of PvdA'ers die in alle andere groeperingen zitten... Nou, in hun hart zijn ze heel trots op hem. Dus je denkt dat Diederik Samson trots is op Volkert van de G? Hij zal het nooit toegeven. Maar hij is natuurlijk blij dat Volkert onder tijd de vuile werk heeft opgeknapt. Wat zou jij doen als je Volkert van de G ergens tegen zou komen? Nou, ik zou hem liever niet tegenkomen. Maar ja, het kan altijd. Nou, we leven in een klein landje. Ik kan me heel goed beheersen, maar ik denk dat ik hem een enorme dreun zou voorkomen. 2014 komt hij vrij, Volkert van de G. Er gaan geruchten dat hij dit jaar al proefverlof gaat. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind sowieso dat bepaalde misdadigers geen strafkorting moeten krijgen. Dat had al lang in de wet opgenomen moeten worden. Maar ik vind wel, ik heb een petitie gestart om hem ook niet die 1/3 strafvermindering te laten krijgen. Ja, dan kun je op petities.nl of op mijn website lijstsmolders.nl kun je dat ondersteunen. Ja. 12 jaar voelt voor mij toch wel als een korte gevangenisstraf. Helemaal omdat hij de democratie kapot heeft proberen te maken.